Dag Annelies, bij de aankoop van een tweede verblijf of een opbrengsteigendom kiezen investeerders er vaak voor om hun kinderen mede-eigenaar te maken, omdat op die manier door een zogenaamde gesplitste aankoop er geen successierechten verschuldigd zijn na een overlijden. Annelies van Grosveld, expert estate planning bij de Grof Peterkam, laat ons vandaag eens de aandachtspunten van zo'n gesplitste aankoop bekijken. Om te beginnen, het gaat om een aankoop die kinderen en ouders samen doen, maar hoe werkt dat dan concreet? De kinderen en de ouders kopen inderdaad samen een deel van de volle eigendom aan. De ouders kopen hierbij het vruchtgebruik aan van de woning en de kinderen de blote eigendom. De techniek wordt de techniek van de gesplitste aankoop genoemd, omdat men de volle eigendom als het ware gaat opsplitsen in een aandeel vruchtgebruik en een aandeel blote eigendom. Het voordeel van de techniek is dat er bijvoorbeeld maar één notariële akte nodig is. Men gaat niet de ouders eerst de woning laten aankopen en nadien bij een tweede akte laten schenken aan de kinderen. Je spreekt daarover een blote eigendom en een vruchtgebruik. Wat betekenen die termen precies? Het vruchtgebruik geeft aan de ouders het recht om de woning zelf te betrekken of om de woning te verhuren, en in dat geval gaan ze ook de huurinkomsten innen. De kinderen die hebben de blote eigendom. Dat betekent dat zij pas volledig eigenaar worden van het vastgoed op het ogenblik dat de ouders overlijden en het vruchtgebruik gaat uitoven. Ze zijn samen eigenaar, maar wie betaalt er dan de kosten voor het vastgoed? Ja, de wet voorziet daar een opsplitsing van de kosten tussen die vruchtgebruiker en de blote eigenaar. De ouders die het vruchtgebruik hebben, gaan doorgaans de kosten van kleine herstellingen en dagelijks onderhoud dragen. En ze gaan ook de verzekeringen en de belastingen moeten betalen op het vastgoed. De kinderen gaan samen met de ouders wel instaan voor kosten van grove herstellingen. Dat zijn vaak herstellingen waarvan de kostprijs hoog ligt in verhouding tot de waarde van het vastgoed. Zijn er ook andere aandachtspunten bij zo'n gesplitste aankoop? Er moeten inderdaad een aantal voorwaarden voldaan zijn om het vruchtgebruik te laten uitoven zonder dat de kinderen daar successierechten op moeten betalen. Het eerste belangrijke aandachtspunt is dat de ouders en de kinderen een goede waardering hebben van het aandeel dat ze kopen. Dus vruchtgebruik en blote eigendom moeten aan een correcte prijs gewaardeerd worden. Daarvoor bestaan tabellen en de notaris zal u daarbij helpen. En een tweede belangrijk aandachtspunt is dat de kinderen en de ouders ook elk hun aandeel in die aankoop betalen met eigen gelden. Wat betekent dat als de kinderen niet voldoende middelen zouden hebben? Als de kinderen zelf niet over voldoende middelen beschikken, mogen de ouders hen een som geld schenken voorafgaand aan die gesplitste aankoop, waarmee de kinderen de blote eigendom kunnen betalen. Als er zo'n schenking gebeurt voorafgaand aan die aankoop, hoe kijkt de fiscus daar eigenlijk naar? Daar moeten we een verschil maken tussen het Vlaamse gewest en het Brussels en Waalse gewest. In Vlaanderen is het zo dat die schenking mag gebeuren voordat men bij de notaris de aankoopakte gaat tekenen. Maar in Brussel en Wallonië is het vaak zo dat die som geld moet geschonken worden, zelfs voor de compromis nog ondertekend wordt. Dus u moet zich goed informeren over de werkwijze die gevolgd moet worden. Tot slot, Annelies, wat gebeurt er als de ouders dan finaal overlijden? Op dat ogenblik dooft het vruchtgebruik uit. En als aan al de voorwaarden voldaan is, krijgen de kinderen dus de volle eigendom van het vastgoed zonder dat zij er successierechten op moeten betalen. Het is wel belangrijk dat u al de bewijzen bijhoudt waaruit blijkt dat die voorwaarden voldaan zijn, want de fiscale administratie zal vragen om die voor te leggen bij overlijden van de ouders. Dus u moet goed de uittreksels bewaren waaruit blijkt dat ieder zijn aandeel van de prijs heeft overgeschreven naar rekening van de notaris. U zal ook het bewijs van de schenking moeten bijhouden. Dat kan op papier gebeuren, maar dat kan ook digitaal gebeuren. U kan die bewijsstukken in de digitale kluis EasyMe bewaren, die het notariaat ter beschikking houdt van elke Belgische burger. En als we dan spreken over een schenking bijvoorbeeld, dat is ook aan termijnen gebonden bij ons, hè? Ja, in bepaalde gevallen kan u schenken zonder dat u daar schenkbelasting op betaalt. Maar dan moet u er wel rekening mee houden als ouders kort daarna zouden overlijden, dat u wel successierechten moet betalen op het geld dat geschonken is om de woning aan te kopen. Nu, de woning zelf blijft vrij van successierechten als aan die voorwaarden voldaan is. Nuttige tips lijken me dat. Annelies van Grosveld, heel erg bedankt. Graag gedaan.